Op zich, tijdritten liggen me wel en vooral zulke korte tijdritten. Ik doe natuurlijk nog mee voor het jongere klassement, dus dat is wel iets wat in je achterhoofd speelt. En ja, dat zal wel gaaf zijn als je zo kan beginnen. Ja, je hoopt het jongere klassement te pakken, in ieder geval de trui naar de tijdrit? Dat is wel met ambitie waarvoor ik ook hier naartoe ben gekomen. In de tijdritten, daar kan ik gewoon mijn eigen ding doen. En daar kan ik gewoon zeker volle bak gaan tot aan de finish. Het zou heel lastig worden. Je hebt goede coureurs, Mats Pedersen bijvoorbeeld. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. En ik ga gewoon volle bak. Wie zijn de renners? Je noemt er alleen Mats Pedersen. Wie zijn de anderen waar jij rekening mee houdt die toch ook die jongere trui kunnen pakken? Voor het algemeen, tot aan het einde is natuurlijk Lopez, Sam Ome, Jack Haake. Maar ik denk voor de tijdrit is het vooral Mats Pedersen en Ryan Muller die ik zou moeten verslaan, denk ik, om een witte trui te krijgen. Heb je het parcours eigenlijk al gezien? Niet gezien hier, maar wel natuurlijk via foto's en op de profielen. Dus ja, het gaat wel een uitdagende proloog zijn. Het is alles behalve vlak. Het is draaien keren op en af. Ligt jou dat beter? In principe wel. Ik ben wel eens best explosief. Dus ik denk wel dat dit een geschikt parcours voor mij is. Gaat de temperatuur eigenlijk nog een rol spelen? Want het is hier 30 graden. Je hebt veel op hoogte gezeten waar we zagen dat het sneeuwscheppen was. Of gaat het nog een rol spelen, denk je? Als ik mag kiezen, heb ik liever iets koudere omstandigheden. Maar ik denk niet dat het hier echt de beslissende rol zal zijn. Misschien nog een beetje wind. Vandaag stond er echt veel wind en dan kan het nog wel voor spektakel zorgen. De warmte zal denk ik meevallen. Als jij die jongere trui pakt vrijdag, hoe lang zou je hem dan kunnen vasthouden? Want daarna komen er twee sprintritten waar die trui zomaar kan vasthouden. Ja, dat is zo. Ja, geen idee. Het ligt eraan wat ik voor de ploeg moet doen. Ik ben hier voor George met een vlakke rit. Daar kan ik ook zeker iets voor de sprinttrein, voor Danny betekenen. Als ik gewoon die jongere trui pak in de proloog, weet ik gewoon dat ik ook een hele goede proloog heb gereden. En dat is gewoon het doel. Hoe lang ik hem ga vasthouden, geen idee.